Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer je dit videootje natuurlijk bekijkt. En welkom terug bij Bomi Soul. Als dit de eerste keer is dat je mijn videootjes bekijkt, welkom. Ik ben Christel, welcome to the family. Vandaag gaan we een videootje doen dat meer gericht is op de heupen. Heupen losser maken, ietsjes versterken ook. We houden heel veel spanning vast in de heupen. Vooral als je een stressvolle periode hebt, dan gaat het of in de schouders zitten. En emoties gaan vaak in de heupen zitten. Dus we gaan het wat losser maken. We gaan ervoor zorgen dat het wat sterker wordt ook. Door wat versterkende oefeningen te doen. En ik ga proberen het zo kort, zo krachtig mogelijk voor jullie te houden. Ik heb de neiging om natuurlijk veel te veel te praten. En dat weten jullie volgens mij ook allemaal inmiddels wel. Maar ik zou zeggen, laten we lekker starten. En we starten gewoon in een zittende houding. Voor deze videootje overigens hebben jullie waarschijnlijk een blok nodig. Misschien ook helemaal niet, maar misschien ook wel. Als jullie een blok hebben, dan is dat natuurlijk helemaal prettig. Zo niet, dan is er ook geen man overboord. Je hoeft het niet, het is niet per se nodig. Dan kan je de blok onder je zitpotten plaatsen. En dit zorgt ervoor dus dat je ietsjes hoger zit, waardoor je dus een rechtere rug houdt en je iets meer ruimte creëert in de heupen. Dan kom je op het puntje van je blok zitten, zodat je heupen ietsjes naar voren toe gekanteld zijn. Als je een meditatiekussen hebt, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon op komen zitten. Laat je handen op je knieën rusten en dan nemen we even de tijd om in te tunen met onszelf, om te voelen hoe het met je gaat. Dus adem een keertje diep in. En zucht het vervolgens uit. Doe dat nog een keer, adem diep in. En uit. Weet dat als je behoefte hebt om enigszins aanpassingen te maken op de manier waarop je zit, dat je dat kan doen. Je kan natuurlijk de ene been strekken. Je kan natuurlijk beide benen gestrekt hebben als je het prettiger vindt om zo te zitten. Dan kom je zo zitten. Kies wat voor jou werkt. Wat voor jouw heupen op dit moment het prettigst aanvoelt. En dan begin je rustig met kleine cirkels te maken met je bovenlichaam, zodat we de heupen een beetje opwarmen. Alvast ook wat losser maken. Ik vind het dan persoonlijk fijner om de blok weg te hebben. En als je vooraan aangekomen bent, dan wissel je van kant. En dan kom je terug naar het midden. Als je in het midden aangekomen bent, adem je in, breng je de armen omhoog. Adem uit, rechterhand op de mat, linkerarm komt over je oor. Voel dan je heupen goed in de mat duwen en probeer vanuit je heupen die strekking dus op te zoeken. Want meestal hebben we de neiging om de rug bol te maken, waardoor we dus de stretch meer vanuit de flanken gaan halen. Probeer dit keer je rug wat rechter te houden en meer vanuit je heupen dus die side stretch te maken. Zodat je het goed kan voelen waar je heupen verbonden zijn met je zijspieren. Adem in, breng dan beide armen omhoog. Adem uit, andere kant op. En adem in, terug naar het midden toe. Adem uit, plaats je handen voor je. En dan loop je met je handen ietsjes verder naar voren toe. En afhankelijk van hoe soepel je bent en hoeveel ruimte je hebt in je heupen, plaats je je handen. Let er goed op hier dat je
vanuit je heupen dus naar voren komt. Desnoods heb je dus weer die blok of die kussen onder je zitbotten of iets wat lager is. En dan naar voren toe. Dit geeft je dus iets meer ruimte om die rug recht te houden. En je kantelt je bekken alsof je je billen eruit wil steken. Dus echt alsof je een holle rug wil maken. Dit noemen we ook de nutatie in de heupen. En dan loop je rustig met je handen naar voren toe. En zolang je maar een rechte onderrug hebt. Dus niet rijken vanaf hier. Dit is het niet. Dus actief, rol je schouders naar achteren, lift het borstgebied, duw je navel misschien ietsjes in. En dan vanuit je heupen eventueel plaats je ook je handen op je heupen. Voel je dat het vanuit dat gebied komt. En dan plaats je handen gewoon waar ze vallen. Dan adem je in, kom je terug, plaats je handen achter je en de voet die voor zit, die breng je naar de binnenkant toe. En de voet die achter zit, dus het dichtst bij je, die breng je naar de voorkant toe. Dan adem je weer in, armen omhoog en adem uit, handen voor je. En dan loop je stapje voor stapje met je handen verder naar voren. Bij de inademing denk je kruin richting het plafond. En op de uitademing zit botten in de mat. Of naar de mat toe. Dan adem je in, kom je terug. En dan adem uit, plaats je voeten voor je. Handen ietsjes achter je. En dan breng je de voeten nog ietsjes wijder uit elkaar. En dan laat je rustig je knieën de ene kant op komen. Probeer echt de knie actief naar de mat toe te duwen. De knieën. En zoveel mogelijk je heupen op de mat te houden. En dan kom je terug en op de uitademing wissel je weer van kant. Ik heb echt allemaal hondenharen op mijn broek. Wie kent de struggle ook met yogabroeken? Dat al je hondenharen, niet alleen met yogabroeken zelfs, dat gewoon overal hondenharen achterblijven. Oké, dan adem je in, kom je terug naar het midden toe. Dan kruis je weer je voeten. Dan breng je of je voeten via de zijkant of je rolt over je heupen, over je knieën heen, sorry, naar een tafelhouding. Zorg ervoor dat je handen goed onder je heupen, je handen onder je schouders zijn. Duw dan ook de ellebogen ietsjes in, de knieën onder je heupen en dan adem je in, breng je de rechterbeen omhoog. Adem uit, buig door je knie en flex je voet en dan beginnen we met cirkels te maken. Dus breng eerst de knie naar de buitenkant toe, dan omlaag en terug omhoog. Dus terwijl we het hier losmaken, zijn we het ook al aan het versterken. Nog één keer. En terug, dan adem je in, breng je de benen weer omhoog. Adem uit, plaats je voet tussen je handen en laat je heup naar voren komen en zakken. Adem in, lift het borstgebied. Als je hier dus blokken hebt, dan mag je je handen op de blokken plaatsen. Lift je het borstgebied, kijk je naar voren toe. Hier duw je je kin in en je kruin richting het plafond. En op iedere inademing denk je dus aan lengte maken, je kruin van je afduwen en op de uitademing laat je heupen zakken, ontspannen. Ruimte creëren, opening opzoeken. Dan adem je in, kom je terug, stap je je voet terug naar achteren. Blokken mogen weer aan de kant. En dan doen we hetzelfde links. Dus adem in, linkerbeen omhoog. Adem uit. Check even of je heupen op dezelfde hoogte zijn.
gevoelsmatig dat het niet geopend is, maar dat je gesloten heup behoudt. Dan buig je door je knie, breng dan de knie naar de buitenkant toe en cirkel dan naar beneden en terug omhoog. Nog vier. En de laatste. Adem in, strek dan je been. Adem uit, breng dan de knie naar je borst. Plaats je voet tussen je handen, eventueel dus weer met de blokken. En dan lift je het borstgebied. Rijk je borst ietsjes naar voren, schouders naar achteren, kin in. En adem uit, laat je heupen naar voren komen en zakken. En bij iedere uitademing ontspan je ietsjes meer je heupen. Adem nog een keertje diep in. En adem uit. Stap dan je voet terug naar achteren. En dan komen we weer naar een tafelhouding. Dan adem je in, knieën op net zo breed als de mat. En je handen hou je nog steeds op dezelfde plek. Dan begin je rustig met je gewicht naar voren toe te brengen. En dan cirkels te maken naar de zijkant en naar achteren. En dan via de linkerkant terug via de zijkant naar voren. En dan maken we nog een paar cirkels deze kant op. Als je vooraan gekomen bent, dan wissel je van kant. En voel je vrij om meerdere cirkels zo klein te houden als dat jij vandaag fijn vindt. Je hoeft niet zo groot te gaan als ik. En dan maak je je cirkel af. Kom je terug naar het midden toe. Dan krul je je tenen eronder. Breng je heupen omhoog en naar achteren voor je eerste down dog. Duw je zitbotten richting het plafond toe. En naar achteren duw je handen in de mat. Je hoofd is ontspannen. Dan begin je rustig met de ene been te strekken en dan de andere been. En zo loop je net een beetje uit. En dan laat je rustig, terwijl je de linkerbeen zakt, of dan het linkerbeen buigt, laat je ook rustig je linkerheup zakken. Dan adem je in, kom je terug en op de uitademing doe je hetzelfde aan de rechterkant. Heup zakken, knie buigen. Adem in en uit en herhaal dat een paar keer voor jezelf. Adem in, terug naar het midden toe. En adem uit, loop dan met je voeten naar je handen. Kom dan voor de helft omhoog, adem in en adem uit vooroverbuiging. Adem in, buig door je knieën, breng je armen omhoog, strek dan je benen, rijk je armen hoog. Adem uit, handen voor je hart. Adem in, stap dan de linkervoet naar achteren. Kom je naar een high lunge. Denk dan eerst hier zo aan de achterste been zoveel mogelijk te strekken. En dan hou je handen gewoon op je zij. We focussen even helemaal niet op de schouders en de rugspieren. Adem uit. Misschien ietsjes lager. Dan adem je in. Buig je door je knieën en open je naar de zijkant toe. Kom je naar een high lunge. Duw de knieën naar de buitenkant toe. Lift een klein beetje in het borstgebied. Schouders zijn ontspannen. Dus hier openen we de heupen. Dan adem je in en op de uitademing strek je
de rechterbeen. Plaats je handen voor je hart en laat jezelf zakken. En dan vanaf hier is het aan jou om te kijken hoe ver je wil zakken. Wil je gewoon in een soort van mini squat komen of een halve squat, dan blijf je hier. En je kan natuurlijk ook helemaal naar de mat toe zakken. En ja, ik noem dit de halve malasana. Ik weet dat hij volgens mij niet zo heet, maar... Dan open je de heupen hier, terwijl je ook deze been strekt. En je versterkt zowel je spieren en je joints. Dan, op de inademing kom je terug omhoog naar je goddess. En op de uitademing, high lunge. Adem in, stap terug naar voren. Doen we hetzelfde de andere kant op, dus ik ga even deze kant hier staan. Dan adem je in, rechterbeen naar achteren. Blijf hier. Probeer eerst de been te strekken. Zoek die opening op je aan de voorkant. Handen voor je hart of op je zij. Adem hier in. Uit misschien ietsjes lager. Dan adem je in, open je naar je goddess. Duw de knieën naar achteren. Adem uit, misschien ietsjes lager. Zoek die opening op. Dan adem je in. Ik vind het fijn om hier altijd mijn handen voor mijn hart te hebben. Strek je de linkerbeen, buig je door je rechter en dan kom je zakken. Als je hier het nodig hebt om je handen te gebruiken om omhoog te komen, dan gebruik je die. Dan kom je terug naar de goddess. En dan terug op de uitademing naar de high lunge. En adem in, berghouding. We doen hem nog één keertje. Even starten dit keer met rechts en dan gaan we door naar links. Dus adem in naar achteren. Adem uit. Probeer ietsjes te zakken. Adem in, open dan naar je goddess. Adem uit, zak ietsjes. Duw de knieën naar achteren. Adem in, strek dan de linkerbeen. Adem uit, laat jezelf zakken. En dan adem je in, op jouw manier kom je terug. Goddess, adem uit, high lunge. En adem in, berg, andere kant. Adem in, stap dan links naar achteren. Adem uit, probeer de achterste been te strekken. Misschien ietsjes te zakken. Adem in, goddess. Adem uit, zak. Blijf lachen. Adem in, strek je been. En adem uit, halve malasana. Dan adem je in, terug naar je goddess. Adem uit. High lunge. En adem in, berghouding. Dan adem je in, armen omhoog. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in voor de helft omhoog. Adem uit, handen op de mat. Stap naar een hoge plank, lage plank of helemaal naar de mat. Adem in, up dog of mini cobra. Adem uit, down dog. Adem in, breng dan de rechterbeen omhoog. Adem uit, plaats je voet aan de buitenkant van je hand. Laat dan de linkerknie op de mat komen. Eventueel pak je dus een blok. Adem in, lift het borstgebied. En adem uit, laat je heupen hier zwaar worden. Hier heb je dan de optie om over je rechtervoet te rollen, zodat je op de rand van je voet komt. Dan kan je de linkerhand op de mat plaatsen en met je rechterhand je knie ietsjes verder van je afduwen. Dat ziet er van de voorkant meer zoals dit uit. En als je dan nog een stapje verder wilt en je voelt dat je heupen geopend zijn, dat je de ruimte hebt, dan kan je de achterste been buigen en met je hand je achterste voet vastpakken. Dan zoek je tegelijkertijd ook een opening op in het schoudergebied. Plus je gaat dieper in op een opening aan de linkerkant. Adem in, kom je terug.
Plaats de voet goed op de mat en adem uit. Stap naar je down dog. Dan adem je in, breng je de linkerbeen omhoog. Adem uit, plaats dan de voet aan de buitenkant van je hand. Rechterknie op de mat. Optie dus om hier te blijven, eventueel met een blok. Anders plaats je misschien... Wegblok. Dan plaats je de rechterhand op de mat. Rol je misschien over de rand van je voet. En duw je de knie ietsjes van je af voor een grotere en diepere opening. En als je nog verder wil, buig je de achterste voet. En pak je met je hand je voet vast. Adem dan nog één keertje diep in. Zucht het uit, ontspan. En dan op de inademing kom je terug. Adem uit, down dog. En adem in, loop dan met je voeten naar je handen toe. Komen we weer zitten. En dan kom je naar een liggende houding. En dan breng je je knieën naar je borst toe. Adem uit. Adem in, rol even over je rug naar links en naar rechts, over je heupen. En zucht het een keer goed uit. Dan adem je in, breng je de knieën naar de buitenkant toe. Pak je de buitenrand van je voet vast. Breng je voetzolen richting het plafond toe. Je knieën duw je naar je oksels of de mat. En dan ontspan je de heupen. Als je wil kan je een beetje naar links en naar rechts toe wiegen. Breng de voetzolen terug naar elkaar toe, vervolgens de knieën. Rol dan over je rug een paar keer naar voren en naar achteren. Pak je knieholtes vast en dan kom je terug naar zittende houding. En dan komen we naar de allerlaatste houding, wat de halve koegezicht is. De volledige is met de armen erbij, maar die doen we vandaag niet. Dan kan je beginnen met je benen dus te strekken. Adem in, breng dan de rechterknie naar je toe en op de uitademing breng je de voet, de been, over de linker, zodat de knie bijna in één lijn is met de linkerknie. Als je hier al een goede stretch voelt aan de buitenkant van je heup, dan blijf je hier. Anders kan je kijken hoe het aanvoelt om ook de linkerbeen te buigen. Let er dan op dat deze heup, de rechterheup, in de mat blijft duwen. En dan kan je je voeten vastpakken, lift het borstgebied een beetje en rol je schouders naar achteren en omlaag. Voel of beide heupen in één lijn zijn. Dan mag je ook beginnen met je blik te verzachten en als het prettig aanvoelt je ogen te sluiten. Dus we hebben heel veel gewerkt met natuurlijk de heupen openen van de binnenkant en dan nu nog eventjes aan de buitenkant die stretch opzoeken. Keer naar binnen. Voel wat er bij je naar boven komt. Welke emoties, welke gedachtes. En als je merkt dat je te veel afdwaalt, breng het dan weer rustig terug naar je ademhaling of de sensatie die je voelt in je heupen. Adem nog een keertje diep in, helemaal naar je heupen toe. Zucht het uit.
Dan kan je je ogen weer openen. En dan is het eigenlijk heel erg makkelijk om vanuit hier zo door te gaan naar de andere kant. Je plaatst je handen voor je. En dan breng je je heupen omhoog. Breng je de knieën van de mat af. En dan rol je zo naar de andere kant toe. Als je dat een te grote uitdaging vindt, dan mag je ook gewoon je benen strekken. En net zoals net kijken of je dan eerst de ene knie brengt en dan de andere been ook buigt. Voel wat voor jou fijn voelt. Als je dan weer comfortabel zit, of nou ja, het is niet echt een hele comfortabele houding. Maar als je dan zit, goed zit, dus beide zitbotten raken de mat. Je knieën zijn boven elkaar, ietsjes laag, niet te veel opgetrokken. Dan rol je schouders weer naar achteren. Kijk je of je je ogen wil sluiten. En dan neem je weer de tijd om even naar binnen te keren. En te observeren wat deze houding met je doet. Om te observeren wat deze houding ook voor je doet. Laat bij iedere uitademing de spanning los in je heupen. Begin dan rustig met je ademhaling ook weer ietsjes te verdiepen. Adem een keertje diep in, helemaal naar je heupen toe. En zucht het uit. Kan je rustig je ogen openen. En terugkomen naar een zittende houding die voor jou op dit moment prettig aanvoelt. Als je wil, kan je handen nog even achter je plaatsen en nog even je knieën naar links en naar rechts brengen. Om het weer eventjes te normaliseren, neutraliseren, zeg maar. Zo. En dan kom je terug naar een normale kleermakershit. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop dat jullie een beetje losser voelen in de heup area. Dat je weer lekker kan swingen met de hips. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Dank jullie wel dat jullie dit videootje nog gekeken hebben. Jullie weten wat jullie moeten doen. Subscriben en liken en commenten. Wat jouw favoriete deel was van dit videootje. Want dat betekent heel veel. Jullie helpen me er ook heel erg bij. Zodat andere mensen ook mijn kanaal kunnen vinden. Namaste.